Deze nieuwe film van Paul Verhoeven ontving zelfs in het kritische Cannes een staande ovatie. Isabelle Huppert speelt op weergeloze wijze een zakenvrouw die behoorlijk eigenzinnig reageert op een brute verkrachting. Ik ben Sherif Nasser, regisseur, scenario-schrijver. Ja, wat ik als filmmaker met Rotterdam heb, is buiten dat ik het een hele mooie stad vind, vind ik ook de mensen heel fijn. Ik vind Rotterdam een echte filmstad, want ja, het heeft gewoon heel veel gezichten. Je hebt natuurlijk het hele moderne centrum. Je hebt nog steeds oude stukken, zoals historisch Delfshaven en het Scheepsvaartkwartier. Ja, ik vind die vele gezichten van Rotterdam vind ik juist heel tof. Het is veel meer metropool dan ja, menig andere stad in Nederland. Nou ja, bij Paul Verhoeven denk je dus vaak aan zijn science fiction films, omdat daar heeft hij natuurlijk groot succes mee gehad. En dan lijkt de Basic Instinct, de vreemde eend in de bijt, een L. Nou, L wordt heel erg een comeback van Paul Verhoeven genoemd. Ik zelf denk van de ene kant wel, maar dan meer naar de Paul Verhoeven die Basic Instinct bijvoorbeeld heeft gemaakt. En een kant van hem die hij een tijdje niet heeft kunnen laten zien en plots ja, wel heeft kunnen maken. Misschien is juist Frankrijk daar de beste setting voor. Ik denk ook dat een film als L totaal niet de film zou zijn geworden als hij die in Amerika had gedraaid, met welke acteurs dan ook. Het is wel echt de juiste setting waar hij mee heeft gedraaid en ik hoop dat hij dit, meer van dit soort dingen gaat maken. Ik vraag mezelf nu juist heel erg af, na het zien van de film L bijvoorbeeld, hoe hij het toch gedaan had als hij in Europa was gebleven. Ja, L is een hele bijzondere film. Hij gaat sowieso gaat het iets met je doen. Ik bedoel, ik weet niet, het kan in de positieve of de negatieve zin zijn, maar het is niet een film, het is geen Niemendalletje dat zomaar even voorbij gaat. Ja, bij mij is hij toch wel blijven hangen een aantal dagen. Dus dan vind ik het in ieder geval altijd een interessante film.